Yo YouTube ace hier met vandaag een nieuwe praatvideo. Het is eeuwen geleden dat ik nog een keer zo'n video heb gemaakt als deze, want dit is eigenlijk een video Waar ik ga praten over iets. En echt deftig over het onderwerp ga praten. En mijn meningen over ga zeggen en zo. En die dingen. Deze video gaat niet over iets echt leuk. Het gaat over iets waar ik ja, gewoon echt een uh, hekel aan heb. En dat is. pesten en shit. En als mensen uitlachen mijn uiterlijk. En met, mensen pesten met dingen waar ze zelf niet echt voor gekozen hebben. Dus laat de intro maar komen. ik ga de video toch proberen nog een beetje leuk te maken en zo. Maar toch op hetzelfde moment ook proberen serieus iets duidelijk te maken. En uitleggen waarom onze maatschappij. Op heel de wereld. dit je echt. Fucked up naar de kloten is, dus let's go. Yo YouTube, eerste die hier met vandaag de praatvideo. Vandaag ga ik het hebben over pesten en shit in België, in de wereld. Maar meer gericht op België, gewoon dingen die ik heb meegemaakt, dingen die ik heb gezien en dingen dat ik soms denk van. Jullie zijn volwassen, wat de fuck doen jullie? Iedereen maakt wel eens mee dat er iemand in je klas zit die een beetje dikker is, die een beetje molliger is, die niet zo mooi is, die. Niet de mooie kleren aan heeft Die geen ouders hebben die alles kunnen kopen wat het kind wel En door die dingen Val je eigenlijk in een soort van put Waardoor je anders bent in de maatschappij Waardoor je anders bent in de klas Waardoor je anders bent op een kamp Waardoor je anders bent op allemaal andere vlakken En als je dan in een klas zit Waar jij de enige bent Waar er allemaal kinderen zitten Waar ouders hebben die kleren kunnen kopen Dan wordt die direct anders bekeken En ik ga toegeven Ik ga niet liegen Ik heb het ook al gedaan Ik heb ook al mensen uitgemaakt Mensen uitgelachen op een uiterlijk en zo. Maar meestal daarna heb ik dan echt zo'n schuldgevoel van holy shit. What the fuck heb ik net gedaan. En nu de laatste tijd, ik probeer me echt in te houden. En ik ben niet meer zo die fucking klojo die ik vroeger was op dat vlak. En ik heb me haar herpakt met een paar dingen waarvan ik echt denk holy shit. Dat ja, die kinderen kunnen daar echt geen tyfus dingen aan doen. Je kiest er niet voor wie dat je bent. Je, je kan niet zoals in een spel, je mannetje customizen. Je kan niet je mannetje maken zoals jij wil. Je wordt geboren... En je hebt het lichaam die je hebt. En je kan er natuurlijk wel bewerkingen aan doen. Als je te denken bent, kan je altijd naar de fitness gaan en zo. Je kan altijd een beetje sporten op je kamer. Gewoon gaan lopen. Het moest zelf niet in sportkleding zijn. Sommige kinderen zijn gewoon uit nature een beetje molliger. Deze worden dan enorm kapot gemaakt door sommige mensen. Ik moet al zeggen, sommige kinderen, ik zeg sommige, niet iedereen, lokken het uit. En je kan nu zeggen, wow, wat bedoel je, lokken het uit? Gaan 25 miljard status zetten op Facebook, waarin ze zichzelf. Of lelijk noemen, zeggen dat ze dood willen, zeiken over dat ze te dik zijn. Kijk, het is misschien moeilijk, maar je moet het accepteren. En als je echt een hekel hebt aan je lichaam. Ik ken heel veel kinderen die een beetje molliger waren toen ze geboren werden, een beetje molliger waren toen ze opgroeiden. En toen ze 16 waren, zijn ze beginnen trainen. Als zijn ze echt beginnen werken en hebben ze hun lichaam echt van een bolletje naar een driehoek gemaakt en echt spieren gekweekt. En iedereen die met een lachte gewoon de rug toegekeerd. Sommige mensen hebben dat ook met acne. En die hebben dan puistjes op hun lichaam. Die kunnen daar niks aan doen. Je kan niet... Zelf kiezen wat er mooi is aan je lichaam en wat niet. En iets, één van de ergste dingen, een van de dingen die ik zo erg vind, omdat ik het zelf ook al heb gehad, maar dan op een andere manier, is als je naar iemand gaat om erover te praten, is 90% van de keren het antwoord, neger het. Negeer wat ze zeggen. Je kan zo'n dingen niet negeren, je kan niet je rug toekeren, je kan niet zorgen dat je het niet hoort. Het gaat je altijd raken, het gaat altijd, als er iemand roept naar je, je bent dik, je bent lelijk, het gaat je altijd raken. Hoe hard je het ook probeert te negeren, het gaat je raken en dan doe je ja dan ben je helemaal kapot van binnen en ja dan ben je gewoon fucking ja de is het gewoon fucked up. Ik ga nu even iets met jullie delen. En normaal ging ik dat nooit toe. Normaal dacht ik, oké, okay, ik ga dat nooit zeggen op YouTube, maar fuck it, om het nu toch te doen. Mijn papa is homo. En ik ben een hele lange tijd bang geweest om dat te zeggen aan iemand, zodat ik dacht dat ik ermee uitgelachen ging worden. Daar domme opmerkingen over gingen komen, daar mensen mij ook homo gingen noemen. Ik was super bang om dit te zeggen aan iemand. Maar op een bepaald moment wist iedereen het, en niemand zei er iets over. Maar toch bleef ik bang. Gewoon bang om toch ooit zo'n reactie te krijgen, een vergelijking met iets, ze, ze vergelijken met, zit in je bloed, je bent ook homo, zo'n dingen. En dan op een bepaald moment heeft iemand het echt een keer gezegd, en oh wow. het voelde alsof je naakt stond voor een hele groep mensen. Zo beschaamd was ik. ik, ik wist niet wat ik moest doen. Maar ik heb me erover gezet, en zo erg is het niet, het is niet zo speciaal meer, maar het is gewoon iets anders, en dat is het juist. Dat is het, daarom is alles zo fucked up. Als je anders bent, gaan mensen direct. Fuck you. Vanaf je anders bent dan de mainstream mensen, krijg je direct 10 miljard commentaar shit op je. Zoals YouTube filmpjes maken. Het is nog niet zo bekend in België en ja. Je moet er gewoon mee leren leven dat je er echt tomme commentaar op gaat krijgen. Dus als er iets is, als jij gepest wordt met iets, als jij gewoon gepest wordt met iets, probeer iemand te zoeken om er mee over te praten. Als het nu je mama is, je papa, je oma, je opa, een vriendin, iemand, gewoon zoek iemand waar je echt je hart bij kan luchten. En bij jongens, ja, uh, dat is een beetje moeilijker. Jongens die gaan daar niet zo mee om als meisjes en wij, wij fikken gewoon meestal alles en ja, dan papa. Sommige mijn kinderen zijn in een milieu. Waar het wel moeilijk is, waar ze thuis niet zo makkelijk hebben, en waar het dan allemaal echt, ja, gewoon, een beetje fucked up is. En dan kan het zijn dat die kinderen raar gaan doen in de klas, dat ze hun daar een beetje gaan uitleven. Kan het zijn dat die kinderen niet de mooiste, nieuwste kleren aan hebben? Kan het zijn dat die kinderen niet fris ruiken naar aks en als diep? Maar van binnen zijn ze wel nog altijd gewoon een kind zoals jou. En soms moet je gewoon een keer naar het kind kijken van binnen, en niet alleen naar het uiterlijk. En soms moet je het kind gewoon een keer nemen, als hij is. En misschien is hij ook grappig, en misschien is hij ook leuk. Kinderen kunnen er zelf meestal niks aan doen, welke kleren ze dragen, en welke wasding ze hebben. Dat komt allemaal vanuit de ouders, en soms is dat echt fucked up, omdat sommige kinderen daar niet aan denken. Maar het is gewoon zo, de maatschappij is fucked up, en voor sommige kinderen heb ik echt meer lijden. Want als zij dat zien, dat kinderen die wel dingen hebben, die wel al het haal hebben dat ze moeten hebben, ongelukkig zijn voor zo'n domme luxe problemen, dan snap ik wel dat die kinderen gewoon kunnen beginnen wenen als ze zien dat er iemand weent omdat hij geen iPhone heeft gekregen voor kerstmis, dat hij geen zieke dingen heeft, omdat hij geen PlayStation 4 heeft. En dat is gewoon kraap. Dat is echt. Ik weet niet, dat is zo fucking shit, crap, stom. Mijn tanden staan ook niet zo recht. Ik heb ook al veel commentaar gekregen. Gewoon onder het brokje van mijn tanden. Maar jongens, laat je niet doen. Laat je nooit doen door iemand. Want iemand die commentaar heeft op jou is altijd de zwakste. Die persoon verlaagt zich tot het niveau van iemand belachelijk maken. En laat je niet doen. Laat je niet Laat je gewoon niet doen. Negeer het ook niet. Want het negeren gaat het alleen maar erger maken. En op een bepaald moment ga je door negeren eigenlijk. Ja, gewoon gaat het de laatste druppel zijn. En dan op een bepaald moment ga je uitbarsten in woede. Zorg gewoon dat ze later zo jaloers gaan zijn op je. Toon aan hen dat je ook goed bent in dingen. Toon aan hen dat je ook kwaliteiten hebt in iets. Het boeit niet in wat. Het boeit niet in wat. Als je goed bent in gamen. Als je goed bent in video's maken. Als je goed bent in een sport. Laat je daarin uitblinken. En dan gaan de mensen die jou zwart hebben gemaakt. Die jou fucking hebben uitgelachen. Ooit neerkijken op jou. En ik heb een super mooie quote. Wat ik nu ga zeggen. En echt waar, print dat goed in je hoofd. Hard work biedt talent. When talent doesn't work hard. Werk er hard voor. En als je er hard voor werkt, ga je mensen zo omgekeerd jaloers maken. En je ga, ze, gaan zo, ze gaan zo boos zijn op zichzelf dat ze niet bevriend zijn geworden met je. Ze gaan zo boos worden op zichzelf dat ze je hebben uitgemaakt. En ze gaan jaloers zijn. En kwaad. En boos. En pislink. Allemaal tegelijk. Dus jongens. Ik hoop dat jullie gewoon beseffen. Dat sommige mensen er niks aan kunnen doen. Dat sommige mensen echt gewoon proberen er het beste uit te halen, maar gewoon soms niet beter kunnen. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen duidelijk maken met deze video. En ik hoop dat jullie een beetje inzien wat ik hiermee bedoel. Deel even deze video op je Facebook. Echt, deel deze video zodat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat er heel veel andere mensen zijn die met hetzelfde probleem kampen. Dus deel even deze video. Like, comment, doe ermee wat je wil. Maar echt jongens, ik hoop dat jullie er iets hebben uitgeleerd. En ik had echt al lang zin om deze video te maken. Maar ik had nooit echt de, de passie om hem te maken. Maar nu dacht ik: van, oké, okay, maar oké, okay, het is tijd. En ik heb het gewoon gedaan. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus jongens, ik ben ECT. En ik zeg.